chema Diga funga Iwe Iwe Diga funga Iwe ndo chema Diga funga Iwe Iwe Diga funga Iwe ndo chema Diga funga Iwe Iwe Diga funga Iwe ndo chema 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 Diga funga Mdiwa wangu ndo chema Diga funga Mdiwa wangu ndo chema Diga funga chida che moyo ndo chema Diga funga chida che moyo ndo chema Diga funga Iwe 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 ndo chema Diga funga Iwe Jij en ik hebben het beiden eerder gevoeld en geen van ons kan zich daar iets van herinneren. Hij legde haar uit dat de twee zijden van een menselijk wezen volkomen gescheiden zijn en dat er grote discipline en besluitvaardigheid voor nodig is om dat zegel te verbreken en van de ene zijde naar de andere te gaan. Volgens hem heeft de moderne mens het rijk van het onbekende en mysterieuze verlaten om zich te vestigen in het gebied van het functionele. Hij heeft de wereld van voorgevoelens en verrukking de rug toegekeerd om de wereld van de verveling te verwelkomen. Deze drie citaten komen uit de boeken van Carlos Castaneda, de leerling van de Indiaanse sjamaan Don Juan, en zijn een goede introductie op hoe ik dansen op blote voeten ervaar van Migarda Rafaela. Al meer dan 20 jaar ben ik een groot liefhebber van de boeken van Carlos Castaneda. Ik kan ze blijven lezen en er telkens weer nieuwe dingen uit halen. Tegelijkertijd merk ik dat de inhoud van de boeken ongemerkt zich in mij ontwikkelt in een gebied in mijzelf waar ik niet zomaar toegang tot heb. Juist ditzelfde thema komt ook terug in de verhalen van Castaneda. De altijd rationele Castaneda is in de leer bij een Indiaanse sjamaan die hem leidt in een andere staat van bewustzijn. Een staat waarin hij vrij is van de beperkingen van deze wereld. Het vreemde is dat als hij eenmaal weer terug is in zijn normale dagbewustzijn, hij zich niets meer kan herinneren van zijn ervaringen in de tweede werkelijkheid. En vanuit zijn ratio deze ervaringen zelfs ter discussie stelt. Het kost hem tientallen jaren om de twee zijnstoestanden van zichzelf te integreren, door zich met zijn rationele kant de ervaringen te herinneren. Herinneringen waar diezelfde ratio echter niets mee kan. Al een paar jaar dans ik bij Migarda Rafaela tijdens haar zogenaamde dansen op blote voeten lessen. Het frappante is dat de lessen me direct brengen in een staat van zijn waar gedachten overbodig zijn. Ik voel een enorme vrijheid en plezier en de tijd komt vaak tot stilstand. Het gebeurt steeds vaker dat ik gedanst word. Een ervaring waar ik tegelijkertijd getuige van mag zijn.
Je ziet de gezichten van de deelnemers ontspannen, hun zorgen verdwijnen. Want ze bevinden zich immers in hun lichaam, in plaats van de dictatuur van het almachtige bedweterige hoofd. Ze voelen zich als kinderen en spelen en laten zich spelen. Want zo voelt het, alsof je gedragen wordt door een groter stuk van jezelf. Een zelf wat zich in het dagelijkse leven vrijwel nooit laat zien. Migarda benadrukt keer op keer dat het lichaam zich deze ervaringen herinnert. Ongemerkt worden ze je eigen. En als je je maar vaak genoeg laat dragen tijdens de dansles op zwepende Afrikaanse ritmes, dan zal je lichaam ook in het dagelijkse leven spontaan ingrijpen als je hoofd je weer eens in een situatie heeft gebracht waar je geen uitweg uitziet. Het zou een prachtig huwelijk zijn tussen de twee kanten van onszelf. Ons angstige, naar controle zuchtende, kleinzerige zelfje en dat grootse, grenzeloze, vertrouwde oerzelf. Wat niet op te roepen is met gedachten, laat staan herinneringen. Laat daar nu net de cru zitten van mijn verhaal. De volgende dag weet ik nauwelijks meer waar de les over ging. Vaag herinner ik me het plezier en het bevrijdende gevoel om gedragen te worden door de dans, in plaats van zelf pogingen te doen om te dansen. Een week verder heb ik niet eens zin om naar de les te gaan. Mijn rationele dagbewustzijn heeft helemaal geen zin om plaats te maken voor zijn wederhelft die zich graag laat dansen. Ik begrijp inmiddels drommels goed waarom. Dansen en ratio bestaan niet naast elkaar. Na een paar minuten dansen verdwijnt mijn ratio vol zorgen totaal en bestaat er alleen nog maar het hier en nu. En als ik me overgeef aan de ritmes, voel ik dat de muziek en mijn lichaam me meevoeren naar een vreugdevolle extase. Een extase waar ik geen woorden voor kan vinden, omdat woorden nu eenmaal thuishoren in het rijk van het dagbewustzijn. Daarom is het zo verdomde moeilijk om aan mensen uit te leggen wat de trainingen van Migarda nu precies inhouden. Je moet het ervaren. En wellicht zelfs zo vaak dat je het ook begint te herinneren in je dagbewustzijn. Als je vol verbazing naar jezelf kan kijken als je een probleem op een totaal andere, nieuwe, verfrissende manier hebt opgelost. Terwijl je geen flauw idee hebt hoe je hem dat nu eigenlijk geflikt hebt. Ik ervaar steeds vaker dat ook tijdens mijn dagbewustzijn ik door het leven kan dansen, me kan laten dragen door ingevingen, intuïtie en met verbazing over mijzelf als ik de controle durf los te laten. Zolang mijn grootste zelf nog niet volledig de regie heeft, dans ik heen en weer tussen de twee bewustzijnstoestanden die ieder mens kent. Inmiddels heb ik geleerd dat discipline en zelfkennis me iedere week weer naar de dansles van Migarda voeren, om me vervolgens weer in vervoering te brengen. Conclusie: dansen op blote voeten is een training die me leert om steeds meer vanuit het tweede bewustzijn te leven. Roland van Renen.
Ja, in Carlos Castaneda dan heb je dat. Heb je een Indiaanse sjamaan, zeg maar, en een Argentijnse student antropologie. En die sjamaan brengt hem continu in toestanden. Maar als hij eruit is, is hij vergeten van wat het eigenlijk was. Dus omdat het gewoon een ander terrein is, hij kon gewoon in zijn normale dagbewustzijn kon niet meer terughalen wat voor ervaringen die beleefde als die sjamaan het voor elkaar kreeg hem in, zeg maar, de tweede aandacht te brengen. En ik vergelijk dat met die danslessen, van op het moment dat je aan het dansen bent, dan ben je daar. En natuurlijk, precies wat Emanuele zegt, die energie neem je altijd mee. Dat is juist hetgene wat je voelt. Maar precies helder hebben wat er nou gebeurt, dat is heel moeilijk te beschrijven, omdat het een ander gebied is in jouzelf die helemaal niet daar de taal nog van spreekt. En op een gegeven moment is het, wat ik ervaar, is van dat wat je hier spontaan, nou niet spontaan, maar wat hier opgebouwd is, dat dat af en toe ook zijn kop opsteekt in het gewone leven. En dan kijk je verrast naar jezelf. Huh? Was ik dat? Dat ken je niet. Wat ik herken is dat het door werkt. Ja. Dat ik het ook niet kan benoemen. Maar dat het een paar dagen zo ergens in mijn lijf zit. Dat. Ja. En als het doorwerkt, je zegt doorwerken, hoe werkt het door? Misschien is dat precies een moeilijk te benoemen. Ja, maar dat is juist zo moeilijk te benoemen. Je voelt dat er... Soms is er een flitsje, maar of dat altijd een woord is of een gevoel, ja, het is een beetje ongrijpbaar. Ja. Juist. En dat maakt het ingewikkeld. Er zijn ook wel dingen die, denk ik, als ik er goed over ga nadenken, kan ik je wel op weg helpen hoor. Er zijn wel dingen die je kan benoemen. Wat ik merk is, dat ik iedere keer terugkomt, is vanuit jezelf in contact met de ander. En iedere keer goed bij jezelf blijven en ankeren, nou dat is heel concreet en dat kan mensen helpen om te beslissen of ze hier naartoe komen of niet. Dus er zijn ook wel dingen uit te halen die heel concreet te maken zijn. Ja. Naast dat er ook een ander pad gebeurt, is dat voor mij, dat komt iedere keer terug. Oh ja, bij mezelf. Kracht in mezelf ervaren en van daaruit met iemand in contact gaan. Ja. Op het moment dat ik merk dat ik begin te wankelen, weer terug naar mezelf. Dus dat, ja. En ja, dus er zijn, maar dat zijn allemaal zo van die flarden. Ja, want ja. Dan heb ik weer de stilte, de kracht. Dus dat zijn allemaal zo van die woorden. In feite krijg je heel veel informatie mee. Zo'n avond, ik weet niet of je dat zo ervaart. Heel veel verschillende aspecten, verschillende facetten komen langs. Ja, ik probeer het niet meer te begrijpen. Ik heb hiervoor ook wel ander soort dansen gedaan, maar ik merk ook bij jou hier, ik krijg steeds meer vertrouwen in, dus dat mijn lijf het weet. Ja, dat het wordt geweten. Ja, het wordt geweten. En dan hoef ik het niet meer hier te snappen, het wordt geweten. Ja. En dat ik daarop mag vertrouwen. Ja. Dus dat geeft groeiend vertrouwen. Ja. Ja, dat maakt het ook best wel moeilijk om deze dingen zo neer te zetten. Ja. Dus je moet het ervaren. Je moet het ervaren. Daarbij aan te sluiten is ook van dat weten, dat komt op een gegeven moment komt dat in je gewone leven ook terug. Ja. En ik ben, weet je, het is net als je gaat naar een sportschool en je gaat een sport leren of je gaat trainen, noem maar op, hè, je bent spieren aan het trainen, daar zie je vrij snel van wat er gebeurt. Maar hierbij ben je ook iets aan het trainen, alleen omdat dat een gebied is wat een beetje buiten de woorden valt, zie je niet zo goed wat je eigenlijk aan het trainen bent, totdat het op een gegeven moment zo sterk is geworden dat het in het dagelijks leven
zijn plaats in gaat nemen. Ja. Weet je, dan zie je jezelf, stel je voor dat je een beetje onzeker bent, weet je, van op je werk of in een gesprek met iemand anders. Dan zie je jezelf opeens op die manier, zoals je dat hier doet, zie je opeens handelen. Je kijkt, je bent er zelf getuige van, omdat die spieren, zeg maar, die je op dat moment al die tijd aan het trainen bent geweest, hè, dat kunstje wat je aan het leren bent, is er opeens. Die heb je je eigen gemaakt. Ja. Alleen het gebeurt onzichtbaar. Ja. Je belichaamt het omdat het is wat jij zegt, dat je lichaam herinnert. Precies. En een deel van jou zegt, niet meer het oude. Die heeft tijdens de les heeft momenten, hè, dat je beslist eigenlijk, nee, niet meer dat. Niet meer dat. Maar weet je zo, hè, waar voel ik me zo lekker in dit? Niet meer dat. En op een gegeven moment wordt, ik wil steeds meer van dit. Ik steeds, weet je, maar het gebeurt heel onbewust. Mm-hmm. Inderdaad wat je zegt, totdat het ineens, sta je er anders in, denk je, wauw. Want je lichaam die kan er zo makkelijk er naartoe schuiven of die energie terughalen en in dat moment voor je laten werken. Mm-hmm. Dat gaat ook steeds makkelijker. Dat gaat steeds makkelijker. In het begin was het veel meer dat ik dan zoiets had van, dan werd ik er helemaal misselijk van of ik werd er een beetje al akelig van. Ja. Terwijl je op een gegeven moment merk je dat je die energie gewoon kan toelaten. En dat het dan inderdaad ook voor je gaat verder gaat werken. Ja. Het misselijke worden is ook heel vaak, hè? Dat is een blokkade. Ja. En het is energie wat gewoon stroomt door je heen. En het wil, weet je, door je heen kunnen stromen, zodat jij meer heel wordt. Ja. En waar het niet kan stromen, dan voel je het. En ik vind het knap als je door kunt gaan. Ah, en dan kom je aan de andere kant en denk je, wauw, wat was dat voor een reis. Ja. Soms niet makkelijk, maar iedere keer wel vervullend. Het is een heel andere manier van wordingsproces. Je kunt het inderdaad niet met het hoofd volgen. Het is een zijnstoestand waar je iedere keer in schuift. In en uit, in en uit. Dus dat je zegt, yes! Maar het is wel een verlangen om als je... Het is een verlangen. Het is een verlangen als je de ruimte en de vrijheid en het kunnen stralen ervaren hebt, dan wil je dat. Ook dat is de herinnering, zeg maar, die op een gegeven moment... Ja, als het ware aan je gaat trekken, van jou die richting uitstuurt in plaats van de richting zoals dat bedacht is voor ons. En dat die schreeuw lelijk daarboven in ons hoofd bedenkt dat goed voor ons. Ja, mooi. Ik heb ook van altijd een analogie met muziek maken. Muziek maken ben je aan het oefenen en je hebt heel lang het gevoel van dat je het niet kan. En op een gegeven moment, zeg maar, dan kan je het, en op een gegeven moment, en dan begrijp je van waarom je al die tijd, zeg maar, zoveel moeten. Je hoort van bekende pianisten, weet je, die hebben echt heel lang moeten oefenen. En het was helemaal niet leuk meer op een gegeven moment. Ik zeg niet dat dit niet leuk is, want dit is hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment snapten ze opeens van waarvoor het diende. Die analogie die maakte ik van, opeens, misschien 20 jaar later, dat dus hoop ik niet dat het niet zo'n geval is. Maar weet je, dan opeens kwam naar boven van, oké. Dan weet je het. Het ging eigenlijk helemaal niet om de techniek, het ging om mezelf open te stellen voor dit, waardoor dit door mij heen kon werken. Ja. En in dit is eigenlijk jezelf openstellen voor het mooiste in jezelf. Ja. Dat je het gewoon mag belichamen, elke dag opnieuw zonder één stap terug te zetten. Dat je echt, dat is je power. Ja. Maar voor mij aansluit bij iets wat er dan toch al... Vaak heb ik iets dat dan doorwerkt in de week daarna, maar ik heb ook al vaak iets wat dan heeft, wat dan in die afgelopen week was. En dan kom ik hier en denk ik, voor mij is wel een level wat je ook hier bereikt. Dus je bereikt een bepaalde level bij jou, geestelijke en lichamelijk. En die voor mij dan neem ik mee in de werk. Zoals je zei, werk door een aantal dagen, totdat weer zich, en dan word je opnieuw weer verlept. Ja. En dat is die ervaring die wel, al die jaren,
die level neem ik altijd mee. En meestal werk ook in mijn werk. Die power zit erin. Ja. En dan langzaam. Ik moet zeggen, wat ik heel grappig vind, bijvoorbeeld dit heb ik vandaag geschilderd. Dat is heel bizar. Wat bij mij gebeurt is, als ik kijk pas 's avonds voordat ik kom, zo, welk thema gaat het over. Oké, dan sluit het op aan, om even aan te sluiten op wat jij zegt. En dan heb ik ermee gewerkt overdag. Dan ben ik ergens mee bezig, mijn eigen proces. Mee bezig, ja. Ik krijg heel veel inzichten daarin. En dan kijk je van, oh ja, dat is het thema, wat neem ik mee? Oh, eigenlijk was het een voorbereiding op wat ik te bieden heb, wat ik kan bieden vandaag. En soms gaat dat proces ook met pijn gepaard, want het is ook mijn eigen proces. En dan, oh ja, dan ben ik zo ver dat ik dat stuk kan geven. En daarin heb ik ook geleerd, ook daar weer in te vertrouwen, van je bent een trein ingestapt. En het rijdt en het komt waar het moet zijn en het stopt bij een halte waar het moet zijn. Weet je, dat proces is een natuurlijk proces. En zo verbonden zijn de mensen dan, hè? Die hiermee bezig zijn. Ik vind dat dat schilderij ook heel erg aansluit op wat we nu allemaal te stellen zijn. Want in feite is dat ook in dat schilderij zie je ook die twee kanten van, hè, de buitenkant is de spaghetti, zeg maar. Weet je, waar we normaal gesproken zo veel aan willen sleutelen en veranderen en uiteindelijk altijd heel vaak te vergeefs met heel veel pijn en moeite. Terwijl we tijdens die dansles komen we in dat gebied daar, in dat ei noem ik het maar, in de matrix, in de bron, zeg maar, daar werk je uit. En daar laat je dingen achter, alleen je ziet dat effect niet direct terug aan de buitenkant. Dat duurt een tijdje voordat je leert dat die bron continu ook de buitenwereld doorstraalt en uiteindelijk de wereld in gaat stralen. Dus er zitten wel hele mooie analogieën. Wat ik ook zei tijdens de les, voel ik dwars door je poriën de wereld in. Dwars door je poriën. Maar het zijn processen die ik zelf heb doorlopen. Niet dat ik dan ze onthoud. Ik onthoud ze echt niet. Dus dat moment zie ik van, oh ja, dat moet ik nu zeggen, dat moet ik wel zeggen. Het is echt in de moment. Maar je hoeft ze ook niet te onthouden, want op het moment dat je in de situatie, en dat wat ik eigenlijk wilde zeggen, ja, op het moment dat je in de situatie terechtkomt in het leven, dat het ertoe doet, dan komt het juiste deurtje, gaat er weer open. Waarom zou je het moeten onthouden? Dat is ook van wat ik dan met de muziek heb geleerd, van ik oefen niet meer met muziek. Maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat op het moment dat het nodig is, dat het weer komt. Dat het weer komt. En ik denk dat het wat je nu, dat je nu aan het opbouwen bent, eigenlijk met deze lessen. En oefening vertrouwen. Precies. Ja. Vertrouwen in je kracht. Weet dat je dat druk. En ik geniet ook zo, dat is voor mij een soort ontdekkingsreis, het moeiteloze. Ja. Dus het moet niet zo moeilijk. Ik moet niet mijn best doen. Dat het dus makkelijk kan. Ja. Zo. Ja. Voor mij is het een soort nieuwe wereld, bij wijze van spreken. En wat ik zelf heel grappig vind, is dat je ook je eigen leven te zien krijgt in het proces van dansen. Dan komen je dingen vanuit je eigen leven komen langs. Ja. Waar je op dat moment met het dansen ook aan kunt werken. Ja. Misschien iets op kantoor of iets, weet ik veel wat je overkomen is, of bij de bushalte. Dat moment kan langskomen, zodat je in het dansen, in je body, weet je, terug kunt in de tijd en het kunt oplossen, zodat je er anders in kunt staan. Dat is ook healing tegelijkertijd. En jullie bieden het elkaar. Door je vertrouwen en door met elkaar uit te wisselen. Dank je wel. Dank je. Dank je wel. Dank je wel. Voor jullie vertrouwen.
old man, he lives in a house on the hill. Each day I pass, he's sitting there, rocking in his chair. I lift my hand in greeting, he smiles in return. And then one day he says, come here, child, I have words to tell. Come and I will share with you secrets you have never heard before. There is magic in the air, magic in the air. All you do is listen to the breeze, and when it rains, let your troubles wash away. May your heart be the one to steer you on, daughter of the sun. Within your life bringing you burden, take each day as it comes and each lesson it brings. Here is what I know, there is a part of you perfect and pure, a part of you that shines beyond this world. There is a part of every person you know. Troubles wash away. May your heart be the one to steer you on, daughter of the sun. All you do is listen to the breeze, and when it rains, let your troubles wash away.